laatste tijd is er veel meer aandacht voor zeer complexe problematiek, waaronder trauma-gerelateerde problematiek en ook voor digestieve stoornissen. Het is een beetje een buitenbeentje omdat er relatief weinig onderzoek is gedaan naar deze stoornis, terwijl er nog zoveel te winnen is voor deze mensen. Dus dat wilden wij veranderen. Er zijn allerlei aannames over de dissociatieve identiteitsstoornis. Deze mensen geven aan dat ze uit verschillende afgescheiden persoonlijkheden bestaan. Daar is ook een theorie, een model op ontwikkeld, het structurele dissociatiemodel. Ja, en daar heeft Raffaele, vind ik, fantastisch onderzoek naar gedaan. Ja, je vraagt mensen dan om naar het lab te komen en dan ga je ze echt vragen om te wisselen tussen identiteiten. En dan ga je toetsen of iemand nog weet wat de eerste geleerd heeft. Als je nou gewoon vraagt aan mensen, zeggen ze, nou, ik weet niet wat er net gebeurd is. We hebben dat in de afgelopen 20 jaar heel vaak herhaald met verschillende soorten stimuli, dus nutraalmaterialen, autobiografisch, trauma-gerelateerd. Dat is niet alleen in ons lab gedaan, maar ook in andere labs wereldwijd. En eigenlijk komt daar een heel robuust, consistent resultaat uit. Namelijk dat mensen dat wel zo ervaren, maar dat geheugen in feite niks mis is. Dus ze kunnen zich wel herinneren wat een ander in die tijd geleerd heeft. Zowel als je hebt of wat meer impliciete vormen van geheugen, maar ook als het gaat over heel bewust terugdenken aan wat je geleerd hebt. En dat maakt dat je dus heel anders moet gaan denken ook over deze stoornis. En daar ook een andere vorm voor, model voor nodig hebt. En daaruit vloeit we ook weer voort een andere manier van behandelen. Toen zij dus al haar onderzoek had gedaan en we zijn samen in discussie daarover geraakt. En welk model zou dan wel, zou daar ook eventueel beter bij kunnen passen? En ik deed zo onderzoek naar schematherapie en daar hanteren we het modusmodel. Dus toen gingen we daar inderdaad samen over praten, dat modusmodel. Eigenlijk is dat ook het switchen tussen, laten we zeggen toestanden. Maar we gaan wel uit van één persoon. Dus dat modusmodel, dat zijn we nu gaan toepassen op de behandeling. Wat eigenlijk betekent is, we erkennen dat mensen soms kunnen switchen en soms ook heel erg extreem kunnen switchen in een bepaalde modus. Maar dat ze toch ergens in de back of their mind wel weet hebben van die andere toestanden waar ze in kunnen schieten. En dat betekent dus ook dat je ook in je technieken daar gebruik van kunt maken. Wat daar heel duidelijk in speelt is dat mensen een overtuiging hebben dat zij zich dat niet kunnen herinneren. En wat wij doen, wij gaan ze in de behandeling eigenlijk dat modusmodel uitleggen. En dan ook ze op die manier behandelen in feite. Er wordt echt hard gewerkt, maar aan de andere kant is het ook zo dat we vooral het stimuleren dat ze autonomer worden. En dat ze zelf leren om inderdaad weer gewoon goed deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Ja, het is ook belangrijk om deze mensen meer te bieden. Hè? Op dit moment is vooral stabilisatie. Je kunt heel erg blijven stabiliseren. Als je dan overgaat naar traumabehandeling, moet je toch weer stabiliseren. Dan kun je net zo goed veel sneller beginnen met de traumabehandeling. Dat is ook wat cliënten aangeven. Mensen krijgen de constante boodschap, jij bent er nog niet aan toe. Nee, laten we nog maar even wachten. Jij kunt dat nog niet aan. Daarmee zet je mensen niet in hun kracht. En dat is nou juist wat wij wel willen doen. Ze functioneren op een bepaalde manier ook zoals normale mensen functioneren. Maar ze hebben wel echt heel veel leed. Dus valideer hoe zij zichzelf ervaren. Valideer dat zij het ook als zelf zo ervaren dat ze verschillende persoonlijkheden hebben. Maar ga het alsjeblieft niet versterken. We moeten nog de laatste data verzamelen, maar de ontwikkelingen die patiënten hebben doorgemaakt zijn dusdanig indrukwekkend. Dat we voldoende grond zien om nu een veel grotere trial te gaan starten.